Oh jongens, stop waar je mee bezig bent. Er is paniek in de fabriek. Cijfers, de ziekenhuisopnames, alles even in erectie. Alles gaat omhoog. Hoe komt dat nou? Ja, natuurlijk door de ongevaccineerden. Dan wil ik je wel even een dingetje zeggen. Het overgrote deel, of dat nou met of zonder prik is, die belandt niet in het ziekenhuis, maar op de bank. Er is dus nu weer een enorme druk op de zorg. En dat komt allemaal door die ongevaccineerden en niet door jarenlang bezuinigen. Nee, dat komt er niet door. Maar meester, ik heb even een vraagje. Vorig jaar, toen er 0 prikken waren gezet, zaten we volgens mij ook in lockdown vanwege de druk op de zorg. Waar kwam toen al die druk vandaan? Ik wacht. Ja, maar vorig jaar waren er nog niet genoeg mensen beschermd met de prik. Ja, dat is dit jaar toch wel? Waarom is dat er nu weer meteen een druk? Komt dat echt door de ongevaccineerden? Serieus, dus die 13% van dit jaar heeft evenveel druk als de 100% van vorig jaar. Dus het ligt aan die 13% en het ligt echt niet aan de bezuinigingen. Echt niet. Echt niet! Meester, ik probeer dit vak te volgen, maar ik volg het niet meer. Meneer, mag ik misschien wat bijles of anders? Geef me wat angstpropaganda, dat schakelt mijn kritisch denkvermogen uit en dan veranderen alle fabels in feiten. En ik ben er best een voorstander in dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen om niet op die IC te belanden. Bijvoorbeeld gezonde mensen hebben statistisch gezien minder kans op ziekenhuisopname. Ga je dan nu dan ook met een BMI-meter aan het ziekenhuisbed staan? Natuurlijk doe je dit niet, want een patiënt is een patiënt ongeacht medische achtergrond. Dat is misschien nieuwe maatregelen, maar misschien alleen voor de ongeprikte mensen. Wow, hold up, wait a minute. Nog meer maatregelen tegen ongeprikte mensen? Ik bedoel, kerel, we komen al nergens meer binnen. Wij kennen helemaal geen fuck meer. Wij zitten gewoon rustig thuis, minding my own goddamn business. Dan moeten er nog meer maatregelen komen tegen de ongeprikte. Joh, dat is echt een natte droom van Hugo. Hugo die krijgt een erectie van Pfizer en een slappe van natuurlijke immuniteit. Meester, ik heb misschien ook nog een ideetje. Het lijkt alsof wij één heel groot aspect helemaal aan het negeren zijn. En dat is het griepseizoen. Telkens hè, als dat seizoen kwam wat we vroeger het griepseizoen noemden, dan stijgen de besmettingen. Telkens als het weer dan weer een beetje mooier wordt en we verlaten wat we vroeger noemden het griepseizoen, dan dalen die besmettingen weer. Je zou bijna zeggen dat ze het natuurlijke verloop van een virus hebben gekaapt en hier gewoon de schending van mensenrechten hebben aangehangen. Het was eerst zwart tegen wit. Toen was het moslim tegen christen. Toen was het homo tegen hetero. Nu is het gevax tegen ongevax. Het is nog steeds hetzelfde spel, alleen met andere namen. Kom op, alsjeblieft, mensen. Zelfs Stevie Wonder kan zien dat het niet om gezondheid draait.